Mijn naam is Frans Peters. Ik heb samen met familieleden VZW opgericht. VZW Hackety is totaal gericht op een humanitair project dat wij doen in Congo, in Hackety. En wij doen dus met privégelden eigen fondsen, fondsen van vrienden, van familie, van kennissen, van relaties. Doen wij allerlei zaken die ten goede komen aan de lokale bevolking. Dat is de bedoeling. Heel simpel. Het eerste wat ze nodig hadden was drinkbaar water. Drinkbaar water dat ze niet hadden. Ze hadden een vrij hoge kindersterfte, omdat zij het water moesten gaan halen van de rivieren, maar die waren vervuild, omdat sanitair is het dan gewoon een ramp. En dus ze hebben gezegd, kijk, we gaan inderdaad een aantal putten boren voor u, diep genoeg dat je gegarandeerd drinkbaar water hebt. En ze hebben dus nu drinkbaar water. En zichtbaar, de kindersterfte is substantieel naar beneden gegaan, dat getuigen de dokters ter plaatse, dat dankzij onze waterputten dat ze dus toch een veel betere kwaliteit hebben van hun leven. Ze hebben lokaal plantages van rubber die totaal verlaten zijn, verwaarloosd zijn. Wij zorgen dus dat die rubberplantages opnieuw vrijgemaakt worden, dat die dorpelingen opnieuw in de rubber kunnen produceren, de latex, die uit de bomen komen, uit de hevea-bomen komen, die verzamelen zij. Wij zorgen dat die rubber dan opgekocht wordt, dat die ook naar de fabrieken gevoerd wordt en dat die mensen een inkomen hebben. En dat ze met dat inkomen hun kinderen naar de school kunnen sturen, naar een dokter kunnen sturen, zo nodig, en dat ze toch langzamerhand een beetje economische activiteit opnieuw krijgen in dat gebied. Wat mij altijd pakt kinderachtig, is dat de kinderen die ons omringen met een enorm enthousiasme. Dat je dan zegt van als je de kinderen hier ziet in België en de kinderen ginder, en je weet welke toekomst dat ze daar misschien niet kunnen krijgen als niemand daar aandacht aan besteedt, dat is eigenlijk onze beste motivatie. Dus Hackety is voor mij een project dat een heel pak van mijn en veel andere mensen hun tijd opsloopt. Dat we met plezier doen, dat we kunnen doen en dat vooral voldoening geeft omdat we zaken zien die gerealiseerd worden. Als we aankwamen hadden we helemaal geen krediet van de lokale bevolking. Dat krijg je maar als je dingen realiseert en als je zaken met hen bespreekt en als je ook aan hen kansen geeft om een beter kwaliteitsleven op te bouwen.